Deze beschouwing die gaat over de milieubeweging als vijand van de natuur. En met dat de natuur of met dat de milieubeweging de vijand is van de natuur, is de milieubeweging de vijand van de mens. En hier in Nederland, de vijand van het Nederlandse volk. De milieubeweging heeft de oorlog verklaard aan alles wat leeft. En ze voeren die oorlog met leugens. Het is een verschrikkelijke groep mensen. Ze zijn heel erg negatief. En ze wensen iedereen dood. Ik moet denken aan het verhaal wat in het Oude Testament staat: van twee vrouwen. Die hadden die nacht. beide een kind gebaard. Maar de volgende ochtend. werd een van die vrouwen wakker. En het kind naast haar bed, dat was dood. En zij keek naar dat kindje in dat wiegje en dacht dit is mijn kind niet. en die andere vrouw die lag ook daar in de buurt in die zaal. ik weet het niet precies hoe dat zit door dat verhaal. en die had die nacht ook gebaard. en haar kindje leefde nog. en die vrouw die wakker werd naast dat dode kindje, die zei tegen die andere vrouw van hey dat is mijn kind. jij hebt mijn kind. Jij bent vannacht uit je bed gekomen, je hebt je dode kind bij mijn, eh, in het wiegje gelegd van mijn kind en je hebt mijn kind ingepikt. Nou, hoe moet je dat oplossen? Ze kregen een enorme ruzie tussen die twee vrouwen en die kwamen bij Salomo. En Salomo, dat, voor degenen die dat niet zo kennen, dat was de derde koning van Israël, van het volk God, En die ging door voor een hele wijze man. En Salomo, die hoorde dat verhaal aan van die twee vrouwen. En die zei, oké, okay, ik snap het al. En die riep zo'n wacht, zo'n man met zo'n zo zwaard. En die zei, nou, pak dat kind maar. Hak het in tweeën. En uh, geef iedere uh, van die vrouwen de helft van dat kind. dat levende kind, hè. En hebben ze allebei wat... Hebben ze allebei de helft van het levende kind. En toen zei een van die moeders, oh nee. Nee, als dat het oordeel is, dan trek ik me terug. En geef dat kind maar aan die ander. Waarop Salomo moest lachen, of lachen. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat denk ik er even bij. Hè. En Salomo zei, dat is de moeder. Geef haar het levende kind. Want die andere vrouw die reageerde met zoiets van. Uh, oh ja, inderdaad, doe allebei maar de helft, dat is eerlijk. Kijk, dat zijn de mensen van de dood. En die milieubeweging mensen, dat zijn de mensen van de dood. En dus van de leugen. Dat zijn verschrikkelijke mensen. En helaas zijn verschrikkelijke mensen van de dood, die zijn onder ons. Hier bijvoorbeeld. Dit is mijn Facebookpagina. Tenminste, de pagina die ik dan zie als ik naar Facebook ga. Dus dan kan iedereen op posten die mijn Facebookvriend is. Of beter gezegd, alles wat mijn Facebookvrienden posten, dat komt dan op mijn pagina. Nou, iedereen kent dit. Hè? Deze vrouw, die ken ik. Tricks. En die komt dan hiermee: herkomst stikstof. Hier kan je zien: voor 45% komt stikstof uit de landbouw. 31% dat waait hier over de grenzen door het buitenland. En dan de rest komt van huishoudens, wegverkeer en industrie. En daar staat hij dan een stukje onder. In mijn werk heb ik er veel mee te maken en nee, ik heb niets tegen boeren. Nou, dat begint hij Dit is echt dit is zo verschrikkelijk. En Trix, die post dit, hè? En ik ken Trix. En die post dit. Ik vind het zo erg, hè? Nee, ik heb niks tegen boeren. Kijk, mijn punt is dat wij hebben boeren nodig om te zorgen voor ons eten. En als je zegt dat je niets hebt tegen boeren, wat zeg je dan eigenlijk? Maar punt 1. Eh, je zegt, je gebruikt een negatie. Ik ga hier even taalkundig op in. Want dit is heel erg. Er wordt oorlog gevoerd tegen de planten, tegen de dieren, tegen de mensen. Door de milieubeweging. De milieubeweging wil... Die heeft de oorlog aange... Eh, oorlog... Verklaard. Aan... Ook de mensen. En ze voeren die oorlog met leugens. Want wat... Hij, deze persoon, Wanne Roetemeijer. ziet zit er nog lekker bij te lachen ook, hè? Ha, <tie> ik ga de mensen lekker kapot maken. Ja, hij gebruikt de negatie, niets. Maar hij gebruikt wel deze frase, tegen boeren. Hoe kan je nou tegen boeren zijn? Boeren zorgen voor ons eten. Boeren zijn slachtoffer tussen aanhalingstekens. Waar, waarom die aanhalingstekens? Van het grootschalige intensieve denken? Maar het roer moet wel drastisch om. En daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. En dan zegt hij. Is het erg? Ja, de situatie is echt dramatisch voor de natuur. De grootste problemen ondervindt de natuur op de droge zandgronden, duinen en hoogvenen. Die is gewoon ziek. Ongeveer half Nederland dus. Dat is helemaal niet waar. Kijk. Stikstof. Laten we even bij het begin beginnen, ja? Hier. Kan je vinden. Het uh, is de website chemischefeitelijkheden.nl, uploads, magazines, kunstmest 246, deel 1. Het is uh, editie 56, nummer 246. Is uitgegeven in juli 2008. Ja. En dan staat hier bij het, als eerste bij de context: zonder stikstof geen leven. Punt. Ik ga er nu niet helemaal op in. Als je dat wil, ga je dat zelf maar opzoeken. Maar ik zal je even een tipje van de sluier oplichten. Als jij elke dag gaat pissen, en reken maar dat die milieuactivisten behoorlijk pissig zijn, dus die gaan elke dag pissen. Nou, hun pis is geel. Net als die van jou en net als die van mij. En wat zit er in die pis? Waarom is die pis geel? Dat komt van ureum. Nou, dan pakken we even ureum erbij. Ik ben heel boos. Bikkie, ureum. Wat zit er in je pis? Hè? Met je milieubewuste pissigheid. Ureum, Wikipedia, wat zit erin? Hier, zie je het staan? Moet ik het voorlezen? Zal ik het even uitleggen, toch? Ja? Ja, met je pissigheid. Ureum, dat zit in je pis. Daarom heet het ook urine. Daar zit NH2, twee keer koolstofmonoxide. Ja, dit middelste ding is koolstof, daar zit de zuurstof, hier zit de stikstof, daar zit de stikstof, daar zitten twee waterstoffen. Waar komt die stikstof vandaan? Van de maan? Van Sinterklaas? Nee, die zit in je eten, stommeling! En wat heb je nou in Nederland? Daar heb je van die hele arme zandgronden. En daar groeien hele bijzondere bezies. En planties. Ja, dat is allemaal best. Maar dit hier, we wonen, wij wonen hier in Nederland. En niet in de Wonderjaarder dierentuin. Wij zijn het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld. Los van die schijnlandjes zoals Macao en Monaco en Liechtenstein of wat dan ook. Hè? Wat eigenlijk helemaal geen landen zijn. Ja, die zijn nog dichtbevolkter. In Monaco daar wonen ongelooflijk veel mensen per vierkante kilometer. Maar Monaco is geen landman. Dat heet een land. Maar als je het hebt over echte landen, dan heb je het over Nederland, Zuid-Korea en Bangladesh. En wij zijn nummer vier. Hier is geen ruimte voor een, een nationaal park van 100 bij 100 vierkante kilometer. Stommeling! Als je zo'n nationaal park wil hebben met alleen maar zand, dan moet je gaan naar de Sahara. En dan ga je praten met die woestijnridders daar. Die hebben heus nog wel een paar vierkante kilometer zandgrond voor je over. Maar dat kan hier in Nederland niet. Je mag al lang blij zijn dat we een stuk van de Hoge Veluwe gereserveerd hebben. En je moet niet zeuren over het stikstofgehalte daar. Want je zit midden in het dichtstbevolkte land van. Op drie na, is het dichtstbevolkte land van Europa? Ja, je kan niet alles hebben. Je kan niet de kool en de geit sparen. Dus wat wil de milieubeweging? Die wilde de Nederlanders dood. Die willen de buitenlanders eruit. De milieubeweging die moet haar ware gezichten laten zien. Zonder stikstof geen leven. Hebben we goed begrepen? En daar waar geleefd wordt, stijgt de stikstofconcentratie. Punt. En daar waar niet geleefd wordt, heb je geen stikstof. Heb je geen stikstof nodig en dat is er ook niet. Midden in de Sahara, daar kan jij stikstof gaan meten wat je wil, maar het is er niet. Maar dat heb je wel in deze dichtbevolkte gebieden. Punt. En dat hebben we te accepteren. En is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Het enige wat het scheelt is dat je inderdaad op termijn en het is dan maar de vraag hoe het precies afloopt met dingen als de Drunense duinen en de Hoge Veluwe. En nog wat andere zandgronden van die arme, stikstofarme zandgronden. Er zijn er een aantal in Nederland. En hoe gaat het daarmee aflopen? Ja, weet ik veel. Maar er wonen hier nogal wat mensen. En de komende, ieder jaar komen er mensen bij. Vanuit Syrië, vanuit voormalig Koerdistan, vanuit Turkije, vanuit Marokko, vanuit Tunesië. Iedereen wil naar Nederland. Ja, die, die, hebben, die nemen allemaal levensruimte in. En dan zijn ze allemaal netjes bereid om in flatgebouwen te gaan wonen, op elkaar gestapeld. Net als de varkens in een varkensboer. Dat is een varkensflat. Iedereen is bereid om netjes hutje-mukje te gaan zitten. Ja, maar we produceren wel een hele opzicht, of met, met z'n allen? Want iedereen die er iedere dag gaat pissen, die produceert ureum bijvoorbeeld. En al het ureum wat via je pis je lichaam verlaat, dat moet aangevuld, wo aangevuld worden via de mond. Nou, en waar haal je je, je stikstof vandaan? Ja, van de landbouw natuurlijk. En dan hebben we hier in Nederland, hebben wij uh, niet. Pff, ja, je wordt er ongelooflijk boos van. Wij werken hier in Nederland met kunstmest. Dat kan niet anders. Natuurlijk kan je denken aan uh, dat je het helemaal in balans doet. En dat je de mest van je dieren gebruikt voor de bemesting van het land. Maar het heeft een beetje een punt: dat de hoeveelheid poep die uit de koeien komt, die is. Nogal constant. Terwijl de mest die je nodig hebt op het land, die varieert. Want dat heb je alleen in het voorjaar nodig. Of nog een beetje bijmesten tijdens de groei of zo. En dan is het klaar. In de herfst hoef je niet te bemesten, of wel? Ja. En dan heb je wel allemaal koeienstront. Dus... En los van dat fenomeen... Hè, hebben wij hier in Nederland intensieve veehouderij. Bijvoorbeeld met varkensflats. Nou... Dat is om al dat varkensvlees te produceren. Dan kan jij zeggen: ik eet de hele dag door heelal. Of ik ben joods opgevoed. Of ik ben veganist. En voor mij hoeven die varkensvlees niets. Nee, dat is best, dat hoeft voor jou niet. Maar andere mensen eten het wel. Punt. En het is niet wat de, mens, wat de mond ingaat dat de mens verontreinigt. Maar het is dat wat de mond uitkomt. Bijvoorbeeld leugens. En jullie liegen. Want jullie stikstofalarmisten. Ik moet goed begrijpen waarmee je bezig bent, sukkel. Nou, en wij hebben dus een enorme stikstofproductie in de afvaltoestanden met stront en alles. Wij hebben meer dierlijke mest dan wij in Nederland kunnen verwerken. En wat moeten we daarmee doen? Nou, gewoon in containers stoppen en verkopen. Het is de grondstof, het is grondstof voor de landbouw. En wat wij hier presteren aan landbouwproductie, dat is een wereldwijd fenomeen. Wij zijn nummer vier van exporteur van landbouwproducten. Nummer vier op de wereld. En dan zijn we ook nog het dichtstbevolkte land. Ja, en dan hebben wij inderdaad een enorme bak aan stikstofmeuk die over is in de vorm van dierlijk mest. Ja, dat verkoop je dan toch gewoon. In Turkije kunnen ze dat prima gebruiken. In de Sahara, wat dacht je daarvan? In de Sahara, die maak je toch de Sahara groen? Oh, dat kan niet, er is te weinig water. Dat is helemaal niet waar. De absolute luchtvochtigheid in de Sahara is hoger dan hier op het noordelijk halfrond. De absolute. Dus per kuub lucht zit er meer waterdampen in de Sahara-atmosfeer dan per kuub lucht hier. Alleen hier is de lucht een stuk koeler, dus er gaat minder waterdamp in. En in de Sahara is de lucht een stuk warmer, dus er past meer waterdamp in. Maar per kub zit daar meer water in de lucht. En ja, dat kan je eruit krijgen met venturibuizen. Kijk, die woestijnridders niet, maar wij wel. Ik laat even een pauze vallen. Die woestijnridders kunnen niet dat water uit de Sahara-atmosfeer halen, maar wij wel. Want wij, ja, wij zijn Europa, wij zijn de occidentale mens. Uh, wij zijn niet de uitvinder van het woord bibliotheek. Nee, wij zijn de uitvinder van het begrip bibliotheek. En toen wij de bibliotheken hadden, toen gingen ze die ook bouwen in, in Afrika. Ja. Maar de eerste bibliotheken waren wel van de occidentale mens. Wij hebben kennis en wij weten hoe dat werkt met venturibuizen. En nee, er zitten geen bewegende onderdelen in. Dus die kunnen niet slijten. En levert het veel water op? Nou nee, niet echt. Dus zou je moeten rekenen. Dus je zal wel even moeten bouwen en heel wat beton moeten storten. En ja, dat allemaal wel. Maar maar als één keertje bouwen en zo'n Venturi-buisconstructie die dan water genereert. Dat gaat misschien wel 200 jaar mee. En wat produceert het dan in totaal in kubieke meters zoet water? Dat gaat tikken hoor. En als je maar één keer begint. Kijk, die planten die houden ook water vast. Hè? Dus... Ja, dat is allemaal erg interessant. Dat de Sahara uh, uh, helemaal niet groen is. Dat komt omdat de Sahara verwaarloosd wordt. Op een of andere manier werken die mensen daar niet zo lekker samen. En hier in Nederland willen de milieujongens alles kapot. En dit is dan stikstof, hè? Waar ze het dan over hebben. Hier op Facebook. Een heel verhaal. Hier, ja, dit, dit is zo'n leugen. Wat hier staat. Ik zal het even voorlezen. Stikstof is in de basis een essentieel onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder. Maar het kan als verbinding met andere stoffen reageren waardoor onder andere stikstofoxide en ammoniak ontstaat. Het gaat om de stikstofverbindingen die schadelijk zijn. Het gaat om die stikstofverbindingen die schadelijk zijn. Maar makkelijker om gewoon stikstof te zeggen. Nou, dan moet je dit ding nou maar even lezen. Dat stikstof in de vorm zoals het in de atmosfeer zit, dat is N2, dat is inert. Dat reageert met helemaal niks. Dat is zo goed als echt. En wat je moet hebben, dat is stikstofoxide, oxiden en ammoniak. Dus precies wat deze man dus zegt, hè? de stikstofoxide en ammoniak, daar is hij op tegen. Maar stikstofoxide en ammoniak, dat is nu juist het bestanddeel van kunstmest. Dat is juist het bestanddeel wat de plant nodig heeft zie je hoe de milieubeweging ligt, hoe ze zijn van de dood? Deze mensen die gaan branden in de hel voor wat ze de wereld, voor wat ze de kinderen van God, wat ze de tuin van God hebben aangedaan met hun leugens. Dan staat er hier, de natuur op de zandgronden is namelijk juist gewend aan heel weinig stikstof. Gewend staat dan tussen aanhalingstekens. Waarom tussen aanhalingstekens? Ja, de natuur op de zandgronden is heel arm. Daar groeit ook bijna niks. Een hele langzame groeiers die daar groeien. En het is, het is echt bijna niks. Maar, ja, wat er groeit is wel heel bijzonder. Er is een hele grote biodiversiteit, dat wel. Ja, je kan niet de, de geit en de kool sparen. Het is of het een of het ander. Dus of je zegt, Nederland, de, de bevolking van Nederland gaat drastisch terug. Dat kan ook. Dan gooien we Schiphol dicht. Dan gooien we de havens van Amsterdam en Rotterdam die we dicht. En dan kappen we met al die economische activiteit. Tegen al die mensen die naartoe gevlucht zijn, dan zeggen we: ja, sorry, uh, we gaan hier afbouwen. En ja, we gaan bellen met uh, Syrië en, uh, en Koerdistan, voormalig Koerdistan en Irak en Iran. En dan gaan we aan die landen vragen: van ja, hoeveel Nederlanders kan je opvangen? Want we gaan hier in Nederland de boel afbouwen. We maken van Nederland één groot natuurpark. Met allemaal verarmde zandgronden. Oh ja, de dijken die steken we door. Hoppakee, we geven alles weer terug aan de zee. Dat wil de milieubeweging. Ze willen ons dood. En ze zullen we het nooit toegeven. Ze zullen alleen maar zeggen. Mijn perry liegt. Pigri, oh, pigri, pirri, yeah. Peri liegt. Jullie liegen. Stikstofoxide en ammonia zijn noodzakelijk voor planten. Punt. En als je dus een stikstof in het milieu hebt zitten. en planten gaan de welig in tieren. Ja, dat heet dan bemesting. Ja. Maar planten hebben mest nodig. Als jij je kamerplanten hebt, dan heb je toch een aan een van die Lentse potgrond. En dan doe je daar een leuke plant in. Die gaat die lekker groeien, lekker groeien, lekker groeien. Ja, op een dag is die hele lentse potgrond, die is helemaal leeg. Er zit geen stikstof meer in. En denk je dat dan die plant nog doorgroeit? Nee, natuurlijk niet. Dan moet je naar de Intratuin of een ander tuingezelschap. Dan moet je zo'n flesje kopen met kunstmest. En wat zit erin? Je stikstofoxide en ammonia. Het stinkt meestal als de hel. En dat moet er dan bij, en dan gaat je plant weer groeien. En doe je dat niet, dan groeit je plant niet. Punt. En misschien moet je er wel om denken dat je zegt: van nou, als je dan per se die zandgronden van de Hoge Veluwe en bij de Drunense duinen. dat is ergens bij in de bus van Maden. Ik, nou, in de bus van Drunen natuurlijk. <laughs> en we zijn in Brabant. Boven Breda. Ja, misschien dat je dat moet overkappen. Ja. Ja. Misschien. In elk geval moet je niet zeuren. En misschien dat je wat moet doen aan het, uh, het grondwater wat daar naar binnen komt. Daar, want daar zit natuurlijk nogal wat stikstofoxide in. Mag je aannemen? Of ammonia of zo? Ja, je kan er wat aan doen om die natuurgebieden te behouden. Maar wat je niet gaat doen, is even de landbouw afschaffen. En helemaal gek geworden. Je lijkt, je lijkt wel Mugabe van Zimbabwe. Dat heeft Mugabe gedaan in voormalig in Rhodesië. Hij zei: We stoppen met die landbouw. Wat heeft hij toen gedaan? Hij kwam heel Zimbabwe kwam in een hongersnoodsituatie. Zimbabwe was netto exporteur van landbouwproducten. Exporteur. Dus al die Zimbabweanen, die hadden lekker te eten. En toen hadden ze nog een hele hoop voedsel over en dan gingen ze verkopen. Dat was de situatie van Zimbabwe. Voordat meneer Mugabe, Robert Mugabe. Die, uh, uh, die, die man van de dood. Dat die zei: we stoppen ermee. En Mugabe die heeft al die boeren het land uitgejaagd. Nou, en toen moest uh, Zimbabwe voedsel gaan importeren. Dat nou, wil de wilde milieubeweging hier in Nederland dus ook. Dat wij importeur worden van landbouwproducten. Maar wie gaat die dan voor ons maken? En wij moeten landbouwproducten gaan importeren. om het geel-groen gebruinde stikstofkevertje. Uh, op de Druidense duinen te redden. Waar maakt mij die kever nou uit? Als jij zoveel van uh, de stikstofgeel gebruinde kever houdt. dan begin je een terrarium met die beesten. Waar maakt mij dat uit? behoud je ze zomaar. Maar wij wonen hier in Nederland, in het dichtstbevolkte land van Europa en van de landen van de wereld, de op drie na dichtstbevolkte. En grote uitgestrekte natuurgebieden, ja, daarvoor moet je zijn in de Gobi-woestijn. In het noorden van Finland. In Alaska. In Groenland. In de Sahara. Maar niet hier. Maak ik dit duidelijk? Het is afgelopen, maar ik, ik, ik wil geen oorlog met niemand niet. Ook met Trix Kruger niet. Maar ze moet wel ophouden met dit soort dodelijke berichten op Facebook te zetten. Want ze stookt het Nederlandse volk op tegen degene die zorgt voor het voedsel. Nelson Mandela die heeft, die is gefilmd. Dat staat op internet. Dat Nelson Mandela met zijn zwarte broeders. Dan staat hij een liedje te zingen. En de tekst van het liedje is: Kill the Boers. Waarmee hij bedoelt. Dood de boeren. Nou, nee, vermoord de boeren. Dat stond Nelson Mandela te zingen. Hier in Arnhem, ik woon hier op 300 meter van een brug en die is vernoemd naar die man. Die stond te zingen, vermoord de boeren. En Trex Kruger, die doet lekker met hem mee. Heel erg. Dit moet uh, stoppen. En dan staat er onder: Steun boeren die op de goede weg zijn. Koop zoveel mogelijk biologisch. Heb je gekeken naar de prijzen daarvan? En waarom? Waarom? Nou, wat is nou het nut van biologisch boeren? Nou, als je dat wilt doen, van mij mag je. Maar moet dat? Nee, waarom? Je kan zeggen van ja, het is iets lekkerder of zo. Ja. Ja, nou, als jij dat vindt. Maar moet het? Nee, natuurlijk niet. En dan staat hier ook weer een kijker. Steun de boeren die op de goede weg zijn. Koop zoveel mogelijk biologisch. Nou, ik doe dat echt absoluut niet. Ik vind die prijzen belachelijk. Dat slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, komende maandag komt mijn dochter komt eten. En ik ga voor haar maken Hollandse herfstpot. En dat wordt aardappelpuree. Die ga ik zelf maken. Dus ik koop een lekkere aardappel. Bio-aardappel? Nee, mafketel. Ik koop aardappel. Ik hoop dat die man op de markt dat die er is, die heeft dan die hele lekkere aardappelen. En wat maakt mij het uit hoe die aardappelen geteeld zijn? Of die bio, of het vroeger had je nog erger dan bio. Hoe heet dat? Macrobiotisch. Dus dat uh, het aardappelzaad gezaaid wordt. Nee, gepoot, sorry. Dat het gepoot wordt bij volle maan of zo. Dat is een macrobiotisch. Dat heb je ook nog gehad. En dat maakt me helemaal geen donder uit. Ik koop aardappels. En ik maak die aardappelpuree met volle melk. En is dat biomelk? Nee, mafketel. Dat is Albert Heijn meukmelk. Melk, melk die, waarvan ik vind dat die lekker smaakt. En dan koop ik een pot rode kool? Is dat bio-rode kool? Nee, dat is van de Albert Heijn en dan niet van die dure. En dan kan je zeggen, ja maar Piri, je moet een echte echt rode kool kopen. Nee, dat moet ik helemaal niet. Want ik heb hier een slimme meter in huis en ik kan precies zien dat als ik ga koken, dat, ik, dat, dat, dat gaat gelijk in de dubbeltjes en kwartjes de kosten maar dat aan gas. Ja, de, de, ik denk ook na, snap je? En dan koop ik een rode, bio-rode kool. Ja, maar die kan ik vervolgens, ik weet niet hoe lang, gaan koken. En dan gaat mijn slimme meter, dat kan ik de volgende dag zien op internet. Die gaat aangeven: van, Nou, uh, die rode kool die ik gisteren heb gekookt, dat was 75 eurocent. Alsjeblieft, dankjewel. Ja, voor 75 eurocent heb ik bijna een hele pot rode kool bij de Albert Heijn. Niet helemaal waar, maar bij wijze van spreken. Betaal fatsoenlijke prijzen voor je eten, waarmee ze bedoelen, waarmee deze vent bedoelt, betaal duur en hogere prijzen voor je eten. Hogere prijzen voor mijn eten? Ho ho hoezo? Om het geel gerande bruin kevertje te redden. Betaal fatsoenlijke prijzen voor je eten, zodat boeren niet zo intensief hoeven te werken, eet minder vlees. Dat bepaal ik zelf wel. Uh, vlees, by the way, is goedkoper per kilo dan spinazie. En als ik uh, bijvoorbeeld kip. kip, kost mij uh, 3 euro de kilo. In de aanbieding op de markt. 3 euro. Dan kan ik, ik weet niet hoe lang van eten. Ik ben een man alleen, hè. En, als ik kook, dan kook ik voor een paar dagen in het voren natuurlijk. Van die lekkere handige plastic bakken. Dan doe ik het dan in, dan stop ik in de koelkast. En als ik honger heb haal ik het eruit, warm ik het op en eet ik het op. Nou, dan koop ik rustig een hele kip. Kost me dan 3 euro. Of, of zoiets. Dan koop ik 3-4 euro kip. En die maak ik lekker klaar. En dan maak ik wat ik maar wil. Een nasi. Of uh, kippensoep. Of ik maak een curry. Of, bah, 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 bah. En dat gooi ik allemaal in de koelkast. En daar eet ik, ik weet niet hoeveel dagen van. En eet ik vlees? Jazeker. Uh, ik was met mijn huisarts uh, voor een, een maand geleden. En een beetje vage klachten en zo. En uh, dat was verder ook geen groot probleem. En, en die man zei: Nou, voor alle zekerheid gaan we even bloed prikken. Nou, ik heb bloed laten prikken. Kost me nog een godsvermogen ook. Maar goed, 140 euro, man. En auw. Maar goed, ik betaal die 140 euro voor mijn bloedprikkerij. En mijn dokter, zo kijken naar die uitslagen. En die zegt: Ja, jij hebt uh, ijzertekort in je bloed. Of ijzertekort in je lichaam. Zo. Nou, dan zei hij, Je moet meer vlees eten. En toen ging hij door: van ja, je vitamine tekort, vitamine D3. Daar krijg je een recept voor, moet je halen bij de huppeltje pub. En toen zei hij ook nog: van, Nou, je hebt misschien uh, ziekte van Lyme. En dan gaan we over twee maanden, moet je nog een keer bloed laten prikken en dan. Uh... Nou, dat was het dan. Ja, ik moet er dus van de dokter meer vlees eten. Ja. En dan staat hier, koop een elektrische auto zodra deze betaalbaar is. Dat is een van onzin. Een elektrische auto, waar komt die, ele die elektriciteit, waar komt die energie vandaan? Momenteel staan al die, die, die wijsneuzen hier een Tesla's op te laden, die ze met belastingvoordeel hebben gekocht bij de, allemaal van die oplaadpalen. Ja, die elektra die komt uit traditionele elektriciteitscentrales, hoor. De NUON haalt voor bijna 80% zijn elektra uit het verbranden van gas. Dus die mensen die dan maar zo lekker, ik rijd elektrisch, ik ja, ja. En die elektriciteit wordt opgewekt door de centrales en die draaien op gas. Ja, dat kan je net zo goed. Dat is zelfs nog efficiënter dat je die koolwaterstoffen... dat je die direct in de verbrandingsmotor stopt... in plaats dat je van die koolwaterstoffen eerst elektra maakt. En dan moet die elektra opgeslagen worden in jouw accu. Moet je eens kijken hoe je een accu produceert. En die accu's die slijten ook nog. En dat milieuafval daarvan, van een oude accu... ja, waar ga je dat dumpen? Ja, ik word er ongelooflijk boos van. En dan staat hier: En denk na of je wilt stemmen op partijen die dit systeem mogelijk gemaakt hebben. En maar blijven verdedigen tegen beter weten in. Dubbele punt. Helaas, CDA en VVD. Ja, ja. Nou, ik vertrouw geen enkele politieke partij, voor mij zijn ze allemaal een beetje net de gek, want ze beweren allemaal nog dat die aanslagen van 11 september gedaan zijn door een stelletje woestijnridders onder leiding van een rijke luis-Arabier. En omdat de hoofd van die organisatie uit Saoedi-Arabië kwam, zijn we met, uh, met z'n allen Afghanistan en Irak binnengevallen. En dat is logisch, want Jaap de Hoop Scheffer zat bij de NATO en die was van het CDA. Ja, ha, 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 ha. ha. En dan minder vrije landbouwhandel zou ook enorm helpen. Is dat dan weer minder vrije handel? Oh, we gaan de handel aan banden leggen. Ja, 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 ja. Dit is een communistische agenda. Bedoeld om de economie lam te leggen, om de, de mensheid af te snoeren. Meer niet. Bah. En foei. Foei voor deze man die dit geschreven heeft. Wanne Roete Meijer. En foei voor Trix Kruger. Berouw. Excuses. Lijkt me op zijn plaats. En dan sluit ik af. Zal ik een tipje van de sluier oplichten. Dat andere verhaal. Ze zitten nu te zeuren over stikstofoxide. Een tijdje terug zaten ze te zeuren over koolstofoxide. Koolstofdioxide met name. Want de zeespiegel zou gaan stijgen. Nou, ik heb jarenlang gezegd dat dat helemaal niet het geval is. En aangekomen met gegevens en al die milieuelendelingen die lachten me uit, want die gegevens die ik had, die waren allemaal op het internet gezet door de aardoliebedrijven en dat was allemaal doorgestoken kaart en ik had mij bij de neus laten nemen en dat was wel heel erg. Nou, uiteindelijk, na veel omzwervingen heb ik contact opgenomen via VIA. Eerst met KNMI, toen met Rijkswaterstaat. En bij Rijkswaterstaat ben ik heel vriendelijk te woord gestaan en kreeg ik de link. Ik zal even om te laten zien, ik zal de e-mail er even bij pakken. Dit is de e-mail die ik gekregen heb van Rijkswaterstaat. Die ga ik niet helemaal voorlezen, maar daar staat een link in. En die link heb ik hier klaarstaande voor jullie. Die staat hier. Compendium voor de leefomgeving is een afdeling van de overheid. Het is een Rijksoverheid. En daar staat het verhaal van de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. en mondiaal. over de periode 1890 tot en met 2017. En het komt erop neer dat in die 128 jaar. want dit is 128 jaar. in die 128 jaar is de zeespiegel gelijkmatig gestegen. Dus er zitten niet hobbeltjes in, nee, gelijkmatig gestegen met circa 24 centimeter. En dat is een toename van 1,9 mm per jaar. De wereldwijde stijging van de zeespiegel, die laat in dezelfde periode een stijging zien van 22 centimeter. En dan zou je zeggen van goh wat raar, het is in Nederland sterker gestegen dan mondiaal. Maar het komt in Nederland wordt het heel nauwkeurig gemeten. Wij zijn de Occidentale mens, wij doen dit al heel lang. Vanaf 1890 meten wij. En op het zuidelijk halfrond, daar doen ze dat soort dingen. De laatste tijd dan, omdat wij dat doen voor die mensen, maar zelf doen ze dat niet. Dat hebben ze niet gedaan. In 1890 hadden ze op het zuidelijk halfrond wel andere dingen aan hun hoofd, kennelijk, dan het bijhouden van de zeespiegel. Nou, dan moeten die mensen daar lekker weten. Kortom, wij weten niet zoveel van de zeespiegelstijging, de historische waarde van het zuidelijk halfrond. Dus dat is gokwerk. Nou, ja, that's it. Nou, ja, en dit is de grafiek van zes kuststations voor de Nederlandse kust over de afgelopen 128 jaar. En deze stijging behelst 1,9 mm per jaar. Punt. En die is retenconstant. En de CO2-productie. Door het verbranden van fossiele brandstoffen is in deze periode enorm toegenomen. Nou, die vertaalt zich dus niet in een toename van de stijging van de zeespiegel. De CO2-productie is niet lineair toegenomen. Nee, ben jij maf. De, daar zit een, een uh, ja, de laatste jaren vooral, wordt er heel erg veel koolwaterstof verkocht. En is de consumptie, de energieconsumptie door het verbranden van koolwaterstoffen enorm toegenomen. Dat is, veel, dat is niet lineair toegenomen sinds de 1890. De laatste jaren is dat enorm toegenomen en dat heeft zich niet vertaald in een extra stijging van de zeespiegel. Punt. Dus er is met koolstofdioxide en de zeespiegel helemaal niks aan de hand. Niente. Nada. Ziltsch. Ook hier hebben die jongens en meisjes van de milieubeweging hun excuses over aan te bieden. Van ja, we hebben een probleem gemaakt van iets wat helemaal geen probleem is. Ja, exact. Ik uh, ga je nog een aparte uitzending over houden over dit, uh, over deze feiten. Dat ik, ik heb die feiten naar boven gehaald en jullie hadden dat ook kunnen doen. Het kost je een hele, op zich achteraf bezien is het helemaal niet veel werk, want het enige wat je hoeft te doen, dat is in dit geval kan je mij even een mailtje sturen en dan krijg jij die link ook. En je kan ook, als je nu even goed kijkt, dit zien, clo.nl slash indicatoren slash nl0229 streepje zeespiegelstand streepje nederland streepje en streepje mondiaal. Dan ben je er ook aan. heb jij deze data ook. En op de site van Rijkswaterstaat kan je van één kuststation of per kuststation, bijvoorbeeld IJmuiden is er eentje... Daar kan je de historische gegevens op vragen. Die kan je zo downloaden in een tekstbestand. Ja, <laughs> dan daar heb je dus van één kuststation. En dit is het gemiddeld over zes kuststations. En als je de gegevens van Eemuiden opvraagt, dan krijgen ze per dag, dacht ik, of per maand of zo. Dan moet je maar even kijken. Maar over de afgelopen 128 jaar. En van Delf-Zeil. hebben ze zelfs de waterstanden per drie uur. Elkens ja, per drie uur heb je een waterstand. Van alleen van Delfzijl. Dan kan je nog nauwkeuriger gaan kijken. Maar als je dat allemaal uitmiddelt, kom je op dit grafiekje: 1,9 mm per jaar. Punt. Is er wat aan de hand? Nee. En ter afsluiting, ik zeg je, deze mensen die lopen brullen dat er iets mis is met de wereld. Er is iets mis met die mensen zelf. Die mensen zijn ongelukkig, die zijn niet blij met hun leven. En die weigeren om de oorzaak van hun eigen onblijheid te zoeken bij hun eigen keuzes. Bij hun eigen standpunten. Bij hun eigen manier van leven. Nee, ze leggen het probleem neer bij een ander. Een ander is de schuld. Een ander maakt alles kapot. En dat is een hele vervelende instelling van ongelukkige mensen. Het is een reden om die mensen letterlijk en figuurlijk te mijden als de pest. Want het is nog besmettelijk ook, dat negatieve denken. Die mensen die steken goedbedoelende mensen aan. Bijvoorbeeld mijn dochter. Die is ook aangestoken door deze milieuangstpest. Die kan ik komende maandag, als ze lekker bij mij komt eten... kan ik haar gaan debrieven heb ik ook gezegd. Ik ga het met je erover hebben. Dat moet afgelopen zijn. Je laat je niet langer beïnvloeden door dit soort negatieve, hele vervelende mensen. Die Nederland kapot willen hebben. Die, die zoiets hebben, net als die vrouw, die had dus een doodgeboren kind. En dat die zei, nou, maak dat levende kind maar dood, want dan hebben we allebei geen kind. Van de mensen die zijn ongelukkig en die zeggen nou weet je wat we maken de hele economie van Nederland kapot dan wordt iedereen ongelukkig en dan ben ik dus net zo gelukkig als iedereen want dan is iedereen net zo ongelukkig als ik. En zo ga ik ervoor zorgen dat ik net zo gelukkig ben als de rest namelijk door de rest een stuk ongelukkiger te maken. En dan ga ik op zoek naar schijnproblemen en dan ben ik dan de, de prediker en al die andere mensen dat zijn zondaars want die rijden in een auto naar hun werk. Ik heb het helemaal gehad met het, dat vingertje van een milieubeweging die nergens verstand van heeft. Zoals die man die dus net zei van stikstof dat mag wel, maar alleen in, de, in echte vorm. Maar niet in de vorm van stikstofoxide of ammonia. Terwijl die man had kunnen weten dat... Stikstof in zijn atomaire vorm, daar hebben we helemaal niks aan. En zeker de planten niet. En stikstofoxide en stikstofammonia, dat zijn juist de stoffen, de vormen van stikstof, waar een plant wat aan heeft. He, nog even terug naar uh, dit ding, he, wat je hier ziet, he, ureum. In het midden zit koolstof, ja? daar zit een zuurstofje. En dan heb je hier en H2 en daar ook. He? Nou, ureum wordt nogal makkelijk omgezet in NH4. He? Want die koolstof en die zuurstof, dat is koolmonoxide. Nou, dat kan heel makkelijk naar kooldioxide toe, of niet? Nou, en als je daar nou zuurstof bij stopt, dan heb je één, uh, kijken, heb je één, zuurstof, heb je één zuurstof nodig. Ja, kortom, als je hier een watermolecuul bij stopt, dan gaat uh, dat zuurstofatoom met die koolstof en dat zuurstof wordt dat CO2. En die H2'tjes, die verdeel je hierover en dan krijg je NH3. Ja, dat ga je richting ammonia. Vroeger hadden ze onder het slaapkamerraam hadden ze bloemkolen in de tuin. En in de slaapkamer hadden ze een bedspiegel, zo heette zo'n ding. Of een bedpan. En daar pisten ze in. En s'morgens als ze wakker werden, dan pakten ze die bedspiegel, bedpan, en dan gingen ze naar het raam. En dan kieperden ze dat ding leeg boven de bloemkolen. Ja, want dan komt die stikstof, die komt bij de bloemkolen, en die bloemkolen lekker... Ha! Bingo! En dan kregen ze hele grote bloemkolen. Snap je? En nou is het afgelopen. <laughs> ik heb de oorlog verklaard aan de milieubeweging. En ik ben op zich voor een goed milieu en alles. Ik vind dat je het in de gaten moet houden. Zeer zeker. Bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, die moet je in de gaten houden. Iets wat ze in Casablanca niet doen. Dat weet ik. In Casablanca is de luchtkwaliteit heel, heel erg slecht. Ja. Als je daar, dan schrik je je helemaal kapot. Ik, een vriend van mij, die is, die is geboren in Casablanca. Die is dit jaar op vakantie geweest in Casablanca. Of vorig jaar was dat. En die kwam terug en die zei... Oh, ik ben zo blij dat ik weer terug ben in Nederland. Hij zat daar op terrasjes. En dan zat hij met zo'n oude klonjedoekje zijn voorhoofd af te nemen. En, en dan keek hij naar die, die witte tissues. En die waren dan helemaal grijs. Hij zei, en het maakte niet uit hoe lang daarvoor ik onder de douche was geweest. Al was ik net onder de douche geweest. Je gaat maar even buiten zitten en dan zit je huid, je voorhuid, je voorhoofd, huid. Voorhuid, huid, je voorhoofd. Er dus zit onder het grijze stof. Casablanca. Ja, ga daar lopen prediken. Zeg tegen die mensen daar dat ze moeten stoppen met als idioten op brommetjes in de ronde te rijden. Wij rijden hier in Nederland met katalysatoren en zo. Yeah. Onze bezine heeft al heel lang geen zwavel meer. Terwijl dat best lekker werkte, maar dat doen we niet meer. Wij Nederland zijn een heel keurig landje. En laat ons met rust. Laat ons floreren. Laat ons het goede voorbeeld geven aan de wereld. Met hoe je met ongelooflijk veel mensen. Heel harmonieus. In een hele gezonde omgeving. Op een postzegeltje kan wonen. Wij zijn het dichtstbevolkte land van Europa. En Europa is het dichtstbevolkte werelddeel van de aarde, zo'n beetje. Moet ik trouwens nog even nazoeken? Nee, dat denk ik eigenlijk wel. Dit kan ik wel zeggen, ja. En op zijn hamburg zeg ik tegen jullie, tjus. En laat je niet gek maken door die idioten.